Hoe positioneer ik mijn linkerhand, mijn akkoordenhand? We hebben het over de rechterhand gehad, hoe je de slag moet doen. Up en down, up en down. Nagels naar beneden. En als je terug ging, met je duim hier omhoog. Linkerhand, dus je akkoordenhand. Je hand kun je om je snaar heen leggen. Zo kun je niets pakken. Dus je moet ruimte creëren. Dus ruimte in je hand. Dat betekent dat je je duim niet eroverheen legt, maar er tegenaan zet. Mijn duim staat er tegenaan. Er ontstaat ruimte in mijn hand. Als ik hier een snaar indruk, op mijn vijfde snaar, de tweede fret, dan zie je dat er ruimte is. Als ik dit doe, hoor je weinig. Alleen deze is open, dus die druk ik niet in. Het woord open staat voor, eigenlijk, die druk je niet in. Ik moet ruimte krijgen in mijn hand, zodat de snaren kunnen klinken. Dus boogjes in je hand. En dat helpt heel erg als je je duim op de juiste positie zet en je palm van je hand niet tegen de hals aandrukt, want dan gaat je hand sneller plat staan. Het werkt nu wel, maar je verliest heel veel lenigheid in je hand. Dus wen een beetje aan dat je ruimte maakt in je hand, zodat je boogjes krijgt in je vingers. Hier even een voorbeeld. Hoe creëer ik boogjes? Op deze manier. Je ziet dus een ruimte in mijn hand. En waar mijn duim staat, zie je dus, ik krijg boogjes in mijn vingers. In het begin zal dat heel lastig zijn. Maar naarmate je verder gaat, zul je merken dat je daar steeds handiger in wordt. Oké, succes.